lekker, man. Het zal onze snoepbaas kunnen zijn. Mooi dit, man. We zijn er bijna. Het is wel heel mooi dit eigenlijk. Ah, hier zitten ze ook, snoepbaarzen. Heel mooi. We kunnen hier ook zulke dikke vissen verwachten. Het is echt een leuke plek. Een hele grote snoepbaarzen, zei je? Ja, ook ja. Snoepbaarzen. Dit gaat om horen, Marco. Nou, ik zie wel heel veel futen inderdaad. Kijk je dat? Ja, goed. Kruikvis, maar ik zie hier overal futen, joh. Ja, dat is dat is wel een goed teken. Dan is hier die prooivis hier ook, ja. Dus de prooivis zit erover. Gaat straks stromen, straks gaat het tij keren, ja. Gaat het hier eruit stromen. En als we dan met die zoute vissen vissen, dan gaan die geurstof hier... Hey, gaan de piepers erin nu gaan vissen? Ja, dat is goed, man. Nou, we zijn een stukje gaan rijden. We zijn nu in de Biesbos, midden in de Biesbos. Een heel mooi gebied. Het is een soort kreek als het ware, waar het water in en uit gaat met de tij mee. Het is hier wat dieper en we zien overal futen. Daniel heeft hier in het verleden gevist en hij vertelt dat hij hele grote snoekbaars en grote snoeken vindt. Ja, veel mooier wordt het niet, jongens. Moet je kijken, hè. Wat een plek, man. Ik ga één hengel een beetje in de stroming leggen, eentje ernaast. En die hengel die ik in de stroming leg, daar doe ik een spiering aan. Want spiering is een van de allerbeste aanssoorten voor snoekbaars. Nou, hoe zet ik die nou aan? Pak het achterste haakje. Die prik ik door zijn staart heen. Zo. Die zit goed. Ander haakje aan de andere kant. Hoppa. Nou, deze kan erin. Nou, ik doe er nou een stuk makreel aan. Klein makreeltje, ook weer geïnjecteerd met olie. Druipt er echt uit. Goede stevige vis, hele geurige vis. En die makreel die kun je gewoon bij de visboer halen. Het probleem is wel vaak met makreel dat je te grote vis hebt. Je moet echt zoeken naar die kleintjes. Ik gooi deze de kom in. Hier stroomt het vanwege de tij en daarnet buiten stroomt het niet. Dus we hebben één of twee hengels hebben we echt in de stroming liggen en eentje net erbuiten. En kijk waar die vis zich vandaag ophoudt. Spreid je mooi de kansen. Helemaal goed, niks aan het doen. We kunnen niet zo weer blij zijn vanavond. Pak hem. Goed strak draaien, hè? Hij loopt. Ja, hang hem. Goeie vis, Daniel. Lekker, man. Er gaat alleen de plant in daar. Stap even een stukje erin. Als ik erin moet, dan... Ja. Ik heb een wapen aan. Oh, je wapenpak, ja. Moet ik er even in? Ja, ga er maar in. Ga nog goed. Dit is gaaf, jongens. Dit is een grote vis, hè? Bonk, kop schudden, hè? Dit is een grote vis. Dit is gaaf, dit. Lachen, man. Op het hengeltje rechts, in de stroom. Spiering, hè? Ja. Oeh, daar komt hij. Hij ligt helemaal in het riet hier zo. Heb je hem? Nee. Kut. Ja, ik heb hem. Zit hij in het net? Nee, hij zit niet in het net, joh. Echt wel? Ja, zit hij in het net? Ik heb hem. Zo, dit ging heel raar. Hij dook het hoekje om. Lekker. Heel mooi dikketje. Nou, mooie vis, man. Moet je kijken, 90. Ja. Joh, wat kicken. Nou, hij is al los. Ideaal. Kijk, vet. Gaaf. Mooie kleur, hè? Heel anders kleur dan die vorige vis. Ja, maar wel zo mooi. Hij was echt, wat zou hij zijn, 80 denk ik. Ja. Maar moet je kijken, wat een ding. Zo'n mooie vis. Zo dik is die ook. Zo'n mooie vis, echt. Zullen we hem gauw terugzetten? Ja, zeker. Nou, daar gaat hij, jongens.
Mooi, hè? Het vangen van zo'n beest is mooi. Maar het terugzetten is ook heel erg mooi. Kijk nou toch eens. Wat een mooi beest. Gaat hij? Heel statig. Hop. Barracuda's van het zoete water. Echt mooi. Echt mooi. Echt mooi. Best wel een beetje stil van. We zijn nu aan het vissen midden in de Brabantse Biesbos. Het is een natuurgebied onder beheer van Staatsbosbeheer. En je zou zeggen dat het altijd zo geweest, maar heel vroeger was het de polder. En door de Sint-Elisabethsvloed, ik meen in 1421, is dat hele gebied ondergelopen. Ontstond er een groot binnenmeer. En door de afvoer van zand vanuit aan de bovenkant de Nieuwe Merwede en aan de onderkant de Amer, is die zand afgezet en zijn er zandbanken ontstaan en is er een krekengebied gevormd. Dit is een gebied wat vooral bekend is vanwege de natuurwaarde. Je hebt die zeearenden, je hebt die visarenden, bevers, ijsvogels. Ga zo maar op, alles fladdert, kruipt en zwemt hier wel een beetje. En als je hier zo kijkt zo naar dit gebied zo, met die half dode bomen uit het water, dan waar je echt gewoon in de prehistorie. En het is ook echt een waanzinnig mooi visgebied. Kun je van alles verwachten. Diverse visstand, bijzondere vissen, grote vissen, zwemmen meervallen, er zwemmen snoeken, er zwemmen snoekbazen. En ga zo maar door. Maar eigenlijk heb ik heel erg veel zin om te eten, want het ruikt een partij lekker, jongens. Oh. Ik verwacht gewoon dat die hengel zo nog afgaat. Wat denk jij? Nou, ik denk het wel. En wat ik zelf stimulerend vind, als ik zo'n hap van die hamburger eet, neem, dan proef ik ook de makreel. Ja, voor mijn vingers. Ja. Heerlijk, man. Ja, het is wel het moment daar, serieus. Ja. Schemer in deze tijd is wel best tijd. Het leuke is aan de Biesbos. Het grootste gedeelte van de Biesbos is landelijk ingebracht in de vispas. Dus je kan hier sowieso vanaf de kant vissen of in een bootje vissen. Check het even via visplanner.nl. Ja, wat wil je nog meer? Zo'n omgeving, bevers, grote vissen. Echt prachtig. Op de dinges. Ja. Let op. Kom weer terug. Ja, die zit erop. Wachten. Laat hem maar gaan. De beet. Loopt hij? Ja, hij loopt. Oh, je draait. Ik draai. Ja, hangen! Hangen! Yes! Lekker, man. Gaaf. Het zou onze snoekbaars kunnen zijn. Kom jij met net? Ja. Ja, snoekbaars. Cool, Daniel. Op de spiering. Teruglopertje, hè? Ja. Zo sterk, hoor. Mooi dit, man. Eén dreig is los. Dus je moet even goed scheppen. Yes, binnen! Hebbes! Dikke snoekbaars. Die was gaaf. Die wilde jij. Die wilde ik, ja. Ja, die Marco zei net al, hoe vet zou het zijn om nog even een mooie snoekbaars te vangen. Nou. En er komt een hele mooie snoekbaars uit. Zo, hé. Gaaf, hoor. Mooie vis, hé. Mooie lichte kleur. Eerlijk gezegd, ik vind ze toch mooi dan snoepen. Ja, ze zijn anders. Kijk, joh, ze zijn anders. Dit is mooi. Maar ik vind alles wat stekeltjes heeft gaaf. Die kille blik. Die kijken. Mooie dikke vis, jongen. En die grote ogen. Ze noemen snoekbaars ook wel glasoog. Maar die snoekbaars die kan dus mega goed zien in het donker. Ook in troebelwater. Ja, dit zijn prachtige, magnifieke rovers. Ze kunnen wel 1,10 meter lang worden. Mooi. Deze gaan we gauw terugzetten. Ja, kan die nog een paar centimeter groeien. Zo, dan gaat hij. Snoekbaars zijn heel vaak heel erg een best met af. Oh, daar gaat hij. Oh, gekkerheid. Yes, de diepte in. Deel je passie en neem gratis iemand mee vissen. Ga naar meevistoestemming.nl.